foto's worden we van de straat geplukt om mee te doen in een music video. Dat is hier pas dedication. En dat doen we nooit meer. Deze schoenen vind ik allebei heel mooi. Wij zijn zo net aangekomen in Hollywood en we gaan vandaag hiken. Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is onze tweede dag hier in LA. Ik ben nu aan het kijken wat ik ga aandoen. Dit is een potentiële optie, dus potentiële outfit. Het is een bralletje van Naked, broekje van Naked en het blusje is van Gut & Gusto. Maar ik weet het nog niet heel zeker, want ik had gisteren dus een soort gelijke outfit. Alleen broekje, topje en hemd aan en ik had het de hele dag super warm. Dus misschien dat ik alleen een topje moet aandoen, maar dit vind ik dan iets te naakt. Het is echt een BH'tje, maar wel een gebreid BH'tje. Dus ja. Yeah. Wij zijn zo naartoe gekomen in Beverly Hills. En we gaan eten bij de farm. We waren daar net, maar er is geen plek meer vrij buiten. We hebben onze bewaaglijst gezet. En we gaan nu een beetje wandelen en sightseeën. We zitten nu bij de farm of Beverly Hills en dit is de food. Jelle heeft een crop salad, sweet potatoes en brood om te delen en ik heb avocado thuis met een fish and chips. Dit is dus waar we zijn gaan eten. Het was zeer lekker, maar zeer veel. We zijn gearriveerd op Rodeo Drive. We gaan hier niet kunnen shoppen, want ik vrees dat onze limiet dan bereikt is. En dan zitten we voor de rest van de week met een groot betaalprobleem. Ik ga alleen nog wat brood eten. Brood, ja nee, dan is ons limiet op. Dan hebben we niks meer. Ja, we hebben niks meer. Ah, hier ja, de uw auto. Ja, mooi hè. Kijk. Okay. En daar zit hij van u met zijn bierpijn. Bij mij is nog altijd crisis. Oeh, dat is mooi. De Gucci winkel. Dat is hier pas dedication. Met op straat, Jelle. We waren aan het wandelen op straat, onderweg naar iets te drinken. En ineens worden we van de straat geplukt om mee te doen in een music video. Dus daar zijn we nu. You can cross, you can cross. Yeah, yeah, you're good. You're doing normal store things. I just have to hide. She did such a great job. I'm so proud of her. You're not from here, so. Oh, not from here either. How are you? Argentina. Oh, wow. Yeah. Power bank. Yeah. Wow. That's cool. Would that work? Your phone? Yeah. That's for the vibes. Yeah. That's amazing. Okay, onze moment of fame is gedaan. We zijn net weggewandeld. Wel geen muziek geworden. Nee, ook inderdaad. Ik vergat dat je geen dus het was iemand van Argentinië die 22.000 followers, zesjes begonnen, zei ze, dit jaar. Dus we zullen zien hoe het wordt. We moesten gewoon op en af wandelen in de winkel. En ik heb 1000 dingen op de grond gegooid. Echt? Ik niet. Telkens als ik iets wist doen, dan viel dat op de grond. Ai, toch. We moesten gewoon doen alsof we aan het winkelen waren. Dus ja, we zullen het ontdekken hoe het wordt. Nu gaan we naar ons initiële doel, verder wandelen. Jelle heeft dorst, ja. Dus we gaan iets drinken. Ik vond wel mensen zat ze ons op ja, inderdaad. Ik zei, dan wil ik zeggen dat je dorst hebt, dat je ook al... Veel. Ja. Maar kijk. Als we ooit beroemd worden, dan was dit de dag. Ja. Ah, en zij rijden daar achteraan. Ja.
Want die waren er daar straks ook al achteraan aan het rijden. Voor die man of die auto wat leuk of zo. Noob Dog. Hola. We zijn nu aan het wandelen naar de Beverly Hills Hotel. En dit is zo die straat met allemaal palmbomen. Zo was even aan het wandelen. Even proberen niet te verkeren. Hoe mooi is dit? Echt al de hele weg lang allemaal palmbomen. We moeten nog een kwartier wandelen, denk ik. Het was 20 minuten in totaal, maar waar we daarnet waren, we waren daarnet bij de Beverly Hills sign. Hola chica! Ik ook hier een eekhoorn. Hij beweegt niet echt, dat wel. We zouden nu omlaag komen. We zijn nu bij de Beverly Hills Hotel. We wilden bij dat leuke spotje aan het water, maar dat was al gesloten. Dus we zitten nu aan de bar gewoon iets te drinken. Wij zijn net in het Beverly Hills Hotel geweest. We wilden gaan eten, drinken bedoel ik, bij, hoe heet het nu wel weer? Cabana. Cabana. Zo, de bekende spot. Maar dat was al gesloten. Dus we zijn gewoon in de Polo Bar eten, denk ik, iets gaan drinken. Amai. Dat doen we nooit meer. Dat was ons avondeten. Het budget is nu op. Ja. Bankkaart leeg. Niet bereikt. Wel heel knappe boys gezien. Knappe boys gezien, daar niet van. Maar ja, het was $20 voor een drankje. Een juice? Wel goede juice, dus op zich. Ja, wel lekker. Wel oké. Okay. Maar komt jij ook nog eens in beeld? Oh, yes. Maar ja, het was zeer intens. Doen we niet nog eens. Nee, ook een afrader. Het was een ervaring. Nee, ja. Je moet het wel net eens één keer doen. Ja, doe het één keer in je leven. En doe het dan nooit meer. Oké, en nu zijn we terug aan het wandelen naar... Au. Het centrum op zich, om daar nog even bij Air One te gaan kijken. Oh. Dat is ook zoiets bekend. En misschien iets uithalen om vanavond te eten, want we hebben deze middag zoveel gegeten bij de farm. We zijn terug aan het wandelen op de weg met al de palmbomen. Echt heel heel mooi. We have arrived bij Air One. Ja. Eens kijken of we iets lekkers vinden om te eten. Het ruikt hier heel erg. Ja, ik kan het ook niet echt thuis brengen. Er zijn ook allemaal zo healthy dingen. Alles zit hier zoal voorverpakt, maar allemaal healthy dingen. Dit ziet er goed uit, vind ik. Dit is zo pesto noodles. Ook goed uit. We zijn net buiten bij Air One. Ja, die heeft hier de cutes vast. We hebben dus avondeten allebei en we zijn nu een Uber aan het fixen. Zo mooi hier. We hebben ons zo net klaargemaakt en we zijn nu aan het wachten op de Uber om naar Santa Monica te gaan. Daar gaan we eerst eten, dan een beetje rondwandelen en daarna een dag op het strand. En dit is wat ik aan heb. Ik heb een rokje van de Zara, mijn bikini is van Summerswim. Mijn hemd is van Naked en dan slippers van Zandek. En hier heb ik al mijn spullen in zitten. Wij zijn al een tijdje gearriveerd in Santa Monica en we zitten nu bij Bardonna. Ik was vergeten te filmen, maar we hebben ons eten al gehad. Ik zal het even laten zien, ik had er wel een foto van gemaakt. We hadden allebei een acai bowl en we zijn nu nog onze matcha's aan het zippen. Let me show you hoe het eruit zag. Het is niet heel spannend, maar dit was ons eten. En het is hier super gezellig. Het is gewoon een leuk koffieblaadje. En we gaan denk ik deze middag of ergens in de rond 3 uur zo even terugkomen naar hier om te lunchen. Dit is zoals het hier uitziet. Wacht. Dit is Jelle. Help. Zij.
En dit is dus eruit zien. Het is dan een beetje, het is niet echt waar we zelfs moeten zijn. Het is wel super gezellig. We zijn toegekomen aan het strand. Kijk hoe mooi dit is. Heel mooi. We gaan wel nog een stukje verder wandelen, want we willen uiteindelijk naar de pier. En die is nog wel een heel stuk van hier. Dat ruimde. Dat ruimde. Maar wel echt mooi. We zijn aangekomen op de Santa Monica Pier. Pasta met pesto en toast. En jullie heeft tacos. Wij hebben zo net gegeten bij Argos. En we zijn nu aan het wachten op de Uber om terug naar ons huisje te gaan. Het is nu... Oh, het is nog maar 7:10. Ja. 7:10, dus we hebben nog een rustige avond tegemoet in ons huisje. We zitten bij de Butcher, de Baker, Cappuccino Maker. Ik denk dat ik het zo goed zeg. En ik heb de Eggs Benedict en fruit en een matcha. En Jelle heeft ook Eggs Benedict met salmon. Smakelijk. En ook met fruit. Hier is de Oppenheim Group van Selling Sunset. Zo, we kunnen niet naar binnen kijken. Sad. De meiden zijn gearriveerd bij de Hollywood Walk of Fame. Het ziet er niet zo spectaculair uit. Wacht, we gaan de micro. Oh ja, ik zie het. We hebben bij Victoria's Secret even wat onderbroeken gehaald. En waar gingen we nu nog aan? Naar de Sephora gaan we nu nog. We zijn nu in de Sephora. Ik had nog een concealer nodig. Ik heb dat nog nooit gehad. Dus ik heb hem nu even laten aanraden. Het heeft nu ook op mijn ogen gedaan. Ik weet niet of je het verschil kunt zien. Maar in elk geval zijn jullie van Kosas aangeraden. Het zou beter zijn voor je huid enzovoort. Dus ik ben benieuwd. En Jelle die is ook nog ergens aan het rondtafelen. We kwamen eigenlijk origineel voor Jelle, maar ik dacht, ja, als we dan toch zijn, kan ik me dat beter eens laten aanprijzen. Dus ik ben heel benieuwd of het gaat werken. De aankopen zijn gebeurd. Hetzelfde van ons wc. We hebben allebei ook nog een peeling van The Ordinary. En ik heb nog iets voor donkere cirkels rond mijn ogen. En dan hier die concealer. Ik ben heel benieuwd of het gaat werken. Ik ben desperate om die New Balance die ik graag wil te vinden. Dus we gaan hier nu nog even een winkel binnen met sneakers. Deze schoenen vind ik allebei heel mooi. Er staan allemaal voertuigen en zo allemaal onderdelen voor precies een studio set op te bouwen. Er staat ook allemaal politie. Dus we denken dat hier misschien een film wordt opgenomen. We are about to discover. Kijk, hier staat dus een bord. Zijn tv-production voor Bel Air. Cool, het is echt een film die wordt opgenomen. Of een serie, alleszins. We wandelen nu buiten bij Lavo. Hebben we gegeten op de Sunset Boulevard. En nu zijn we aan het... Huh? Op Doheny. Op Doheny. En we zijn nu aan het wachten op de Uber. Wij zijn in downtown LA. We zijn er net bij... Ik ben voetballen geweest met de intentie om daar te eten. Maar we zijn nu toch onderweg naar iets anders. We gaan nu naar Café Gratitude. Waar we nog 20 minuutjes ongeveer naar moeten wandelen. Ja, nee. Onlyfans. En ik heb een pizza waarin. Hier is het Cecil Hotel. Nog zoveel dingen van zien op TikTok. Heel heftig. Wij zijn terug in ons huisje en we hebben daarnet bij Whole Foods heel wat tapas gerechtjes meegenomen om hier gewoon avondeten. Het is nu ongeveer 8:00 en ja, we hadden geen zin om nog avondeten te bedenken, dus dat gaan we gewoon hier doen. En we zijn vandaag naar Downtown LA geweest.
Maar we vonden allebei geen succes. We hebben ons echt heel onveilig gevoeld de hele dag. En we waren heel blij toen we konden vertrekken daar. Dus ja, geen aanrader. Ik had wel een super cute pakje voor Kamietje gekocht in de Zara. Hier het broekje. Schattig is dit. En dan zo een blouseje voor erbij. Het is toch echt cute. Dat wilt je toch echt in je leven. En dit is ons eten voor nu. Dit is voor morgen. We gaan morgen hiken naar de Hollywood sign. Dus het eten is voor dan. Maar we hebben voor nu burrata. En dan hebben we tomaatjes en basilicum. Dan hebben we een brood met olijf en rozemarijn. Hier hebben we tzatziki en olijfjes. Dan hebben we nog kaas. En dit was de burrata. And that's everything. Sorry voor de rommel. Maar dit is voor de rest dus ons appartementje. We hebben hier de deur waar we binnenkomen. En dat is een schuifdeur naar onze badkamer. Want hiernaast woont dus een koppel. Of ja, hier door de deur eigenlijk. Dat is hun keuken. En dan moeten we door hun stuk van het huis voor naar de badkamer te gaan. Ik ga even hier babbelen. We moeten dan echt zo door hun huis gaan om naar onze badkamer te gaan. Maar die hebben we wel privé. Het is zo nog een jong koppel. En die hebben dan van dit bijstuk hebben ze een Airbnb gemaakt. En dan hebben ze gewoon nog, de rest van hun huis is dan ja, beveiligd dat je er niet in kunt met zo. Allee, zij moeten volgens mij een badge houden. Dus wij kunnen daar sowieso nooit in. En ze laten ons heel goed met rust. We hebben ze nog niet gezien. Dus elke keer als ze ons horen, dan gaan ze verschuilen in een kamer. Dus ja, het is wel echt een heel leuk huisje, vind ik. Nu zijn ze daar. En dan hier ons bed. Hier nog heel veel rommel. Dan is hier nog een zetel. Daar is zo'n microgolf, een frigo en een koffieapparaat. En dan zijn daar zo wat borden en zo. En dan hebben we daar nog een stuk waar we kleren op leggen. En daar is dan waar we naar binnen komen. En hier een tv, een airco. En hier nog zo'n ruimte voor. Of ja, hier heeft hij al haar koffer gezet. Dus big enough. En ook heel mooi, vind ik. Dus dat was onze home tour. En hier heb ik nog een rekje voor kleren op te hangen. En nu ben ik nog aan het wachten op Jelle om te eten. Want ik heb honger. Wij zijn zo net aangekomen in Hollywood. En we gaan vandaag hiken. Dus we hebben de hiking outfits aan. Dat is eigenlijk naar de Hollywood sign. We hebben hier al wilde dieren gespot. Nee. Onder andere Jelle. Ik weet niet of je ze goed gaat zien. Loxus Jelle, doe eens je coyote roep. Ja, ik wil ze liever niet, want die vallen aan. Ja, echt. Oké, weggie. We hebben even een zitpauze ingelast. Het is toch vrij intens. We zijn er geraakt. We zijn wel niet super dicht erbij, maar er was nog een andere route. Ah kijk, en dan gaat je zo, denk ik. Ah. Oké, ja. Inderdaad. Dus we hebben niet echt de hele Hollywood route genomen, maar het maakt niet uit. En hier is een stal met allemaal paarden. We zitten nu hier. En ik heb pancakes. En Jelle heeft een slaantje. De meisjes zijn gearriveerd op de luchthaven van LAX. We hadden verwacht dat we nog heel veel konden kijken in winkeltjes nu. En dat er heel veel keuze was voor te eten, maar helaas. We zijn echt zo op een hele... Ja, lege of stomme terminal. Er is bijna niks te beleven. Dus we zitten hier al een uur. We moeten nog 2 uur zitten. That's great. We zijn toegekomen bij onze laatste stop in Londen. En we hebben nu zitten bij, ik weet even niet hoe het heet, iets met giraf. Ik heb een kippenburger met frietjes en Jelle heeft fish and chips. Het is momenteel zondag en het is al 11:30. Jelle en ik zijn 1,5 uur geleden thuisgekomen. En Jelle is inmiddels ook terug naar haar thuis gegaan. En ik heb gegeten nog, want we hadden sinds gisterochtend amper nog iets gegeten. En we hebben dus 3 vluchten gehad. 1 naar Philadelphia, daar heb ik denk nog wel gefilmd.
En dan naar Londen, daar hadden we 5 uur een overstap. En dan zijn we van Londen uit naar hier gekomen. En met het tijdsverschil was het dan, ja, 21 of ja, 9 uur in de avond denk ik dat we hier waren. Of 10 uur. Dus vrij moe. Ik ga me nu wassen en slapen. Dus ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Hopelijk was het een leuke vlog in LA. Ik ben zelf ook heel benieuwd om de beelden terug te zien. En dan ga ik morgen weer gewoon verder met vloggen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te subscriben. En dan zie ik u volgende week weer bij een nieuwe vlog. Ciao!